Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Historisch plekje gaat vandaag niet erg ver terug in de tijd, zo'n 40 jaar. Maar het belicht een pand dat voor velen toch veel betekend heeft, vooral in hun jeugd. Het pand aan de Spuistraat van Bobs eethuisje. Bob is toch eigenlijk niet meer weg te denken, maar helaas is het inmiddels historie geworden. Aart en Piet Meester, maar eigenlijk kennen we jullie als Aart en Piet van Bob. Is mijn vraag meteen, hoe komen jullie aan die naam Bob? Bob, dat was vader. En vader zei vroeger als klein jongetje tegen zijn vader, heb je nog veel Bob gevangen in plaats van Bot gevangen. En toen noemde iedereen een Bob. Dus toen gingen wij op een gegeven moment hier de zaak open en zeiden we, ja, een naam bedenken. Ja, wat voor naam? Meestersnakbaar, Klaassnakbaar. Was helemaal niet leuk. Nee. Vader heette Klaas. Bob, dat was het. Bobs, lunchroom. Dus het is geen scheldnaam, maar het is eigenlijk een erenaam? In principe wel, ja. Alleen grootmoeder vond het niet zo leuk, want vader heette Klaas naar haar vader. Ja, ja. Ja, dat was het enige wat niet zo leuk was. Piet, even naar jou. Hoe begon het allemaal? De samenwerken van onszelf of van vader en moeder? Gewoon helemaal, hoe is dit Bob's lunchroom, geloof ik, begonnen? Dat is ontstaan doordat vader op een gegeven moment, wegens zijn omstandigheden, zijn werk op de fabriek niet meer doen kon. Hij is eerst nog een jaar naar zee toe geweest, wat ook niet lukte. Kreeg toch steeds benauwdheid op de borst. En toen is hij, wat hij vroeger al eens een keer in de gedachten gehad heeft, deze zaak begonnen. En net wat mijn broer vertelt, de uitkomst voor de naam en alles, dat was heel makkelijk gevonden natuurlijk. En de bekendheid lag ook makkelijker zo. Ja, Bob's Lunchroom. Ja. Eigenlijk wel een chique naam. Je zou toch meer aan een snackbar denken of zo? Voor toen die tijd wel. Maar dat lag wat meer met bepaalde vergunningen, maar daar weet mijn broer iets meer van, want ik was eigenlijk te jong daarvoor. Ja, ja. Aard? Nou, we konden in die dagen geen tabaksvergunning krijgen. Om sigaretten te verkopen had je een tabaksvergunning nodig. En een snackbar mocht in die tijd geen sigaretten verkopen. Een lunchroom wel. Wat nou verschil is tussen lunchroom en snackbar, ik weet het niet, maar wij kregen wel de vergunning. Ja. En dat was belangrijk. Jullie hadden hier eerst dat kleine stukje, hè? En daar zat buurvrouw Jannetje naast. Vertel eens. Dat kleine stukje, ja, dat hebben we van 1958 tot 1995 gehad, hè? Nee, 1993. Ja, dat was groot genoeg, vaarlijk, in principe, om te beginnen. En vooral eerst in het eerste begin, ja, twee kleine patatoventjes, een petroliestel met een pan en ballengak erbovenop. Ja, en een pan om eieren te koken. Nou, dat was je hele handel. Wel ga ik met ei, patatje, 15 centjes, mayonaise gratis. Nou, dat was heel Bob. Maar lieverlee groeide het steeds uit en het groeide steeds uit en het werd steeds drukker. En de mensen werden een beetje makkelijker. Eerst in het begin was patat eten een beetje snoepen. Maar ja, later kwam het toch wel zover dat iedereen veilig een beetje patat ging eten en een maaltijd dus verwisselde voor patat. Lunchroom en rondvaarten, dat heb ik ook nog gezien. Dat klopt. In 1960 hebben wij onze eerste, of vader veilig, zijn eerste botter gekocht. En toen gingen we rondvaren langs de Zuiderzee werken. Ze gingen hier die nieuwe polders maken in die dagen. En, nou, dat was een stukje toerisme wat je aantrok. Veel schoolreisjes, vergaderingen op die botters. En dan langs die Zuiderzee werken. Dat was ontzettend leuk. Je zag de baggermolens liggen, die zuigers. En, dat was heel interessant. Dat hebben we jarenlang gedaan, totdat de polders klaar waren. Ja, toen was er weinig meer te zien. Toen was het afgelopen. Nou, nog eventjes naar buurvrouw Jannetje. Die had hier een winkeltje naast, herinner ik me dat goed? Jannetje had hier een kruidenierswinkeltje naast. Hij kon het zo gek niet noemen, of Jannetje had het. Ja? Ja, van suiker tot chloor toe, maar Jannetje had alles. Hij kon er altijd terecht. Dus die had al eigenlijk een 24-uurs economie? Jannetje die was altijd bezig. Ja. Ja? Zonder te mapperen, dat was nog de oude stijl. Er is ook een heel andere situatie geweest, Piet, vraag ik even aan jou. De Westdijk was er ook bij en dat was kleine Bob
en grote Bob. Dat klopt. Hoe is dat in de geschiedenis nou gegaan? Vader is in 1959-60 op de gedachte gekomen omdat wij aan de Westdijk gelegen waren, uitzicht op zee, om daar een terras te beginnen. En dat is ook zo geworden. Dat was een terras met een 40-50 stoeltjes erop, met wat tafeltjes, wat parasols en een klein keukentje is erop gebouwd waar wat apparatuur stond om de mensen te doelen te staan. Later is dat 1 of 2 jaar, dacht ik. Nee, het jaar erop. Al. 60. Is grote Bob geworden. En toen is de grote opbouw gekomen, het witte geheel, zoals het altijd bekend gestaan heeft, als grote Bob. Met een kleiner stukje terrasregel er wel bij. Maar daar hebben we altijd ook heel leuk gewerkt bij zijn. Het is grote Bob geworden. Waarom nou grote Bob en kleine Bob? Omdat die zaak die was eens zo groot als hier. En dit hier was maar nog geen 35 vierkante meter, dus dit was klein, bleef klein. Ja. En dat het andere was een grote boek. Ja. Nou is die situatie op de Westdijk zo ontzettend veranderd. Hè? Herinner jij je nog hoe het was toen grote Bob er was? Ja, ik was toen vader daarmee begon, was ik een 10, 11, 12 jaar. En die dijk, dat intrigeerde de toeristen eigenlijk altijd. De afloop naar de dijk, naar de polder toe. Naar die visschuren die onderaan stonden. Er zijn zoveel mensen geweest die altijd op de dijk stonden te kijken. De waslijnen hingen daar met was. De ouderwetse klederdracht in de lijn. Ja, dat intrigeerde de toeristen enorm. En als je ook in jezelf zat, kun je ook door de ramen heen kijken naar de zee. Je zag ook nog alle bottenzeilen die er toen nog waren. En dat was natuurlijk uniek, toeristisch. Het was een unieke situatie. Wie is nou op het idee gekomen om het zo te maken als het nu is? De gemeente. Die vond trappetjes de hoogte in mooier dan trappetjes de laagte in. De huizen onderaan de dijk, die hadden allemaal trappetjes de laagte in. Ja. Ja, nou, nogmaals, toeristisch was dat uniek. Maar ja, dat moest allemaal weg. En dan moesten dus andere huizen komen met een trappetje de hoogte in. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Toch heb jij heel lang gestreden om te houden wat er was. Ja, en dat moest ook wel. Want wij moesten de zaak overnemen van thuis. Dat hebben wij in 1967 hebben wij dat overgenomen. Nou, dan valt hij met een zaak die in de sanering valt. Nou, dan ga je vechten toch. Je verdient er een boterham. En Piet was ook nog jong. Die moest zelfs met handlichting meerderjarig verklaard worden. Anders kon hij ineens de zaak overnemen. En dan sta je nog helemaal aan het begin. Nou, dat laat je niet zo afnemen. Maar op een gegeven moment werd alles om ons heen afgebroken. Dat alleen Bob stond er nog in een paar huizen. En er omheen was een grote zandvlakte. En toen kregen wij de gelegenheid om een andere zaak te kopen. En toen hebben wij het dan toch maar verkocht aan de gemeente. En die andere zaak, waar was dat? Dat was op de Turfhal. Dat was het vroegere bedrijf van de groep. Perl beter bekend. En daar hebben wij 4 jaar gewerkt. En toen brak de tijd aan dat we ons gaan kiezen eigenlijk. Het Bruin Café, dat werd eigenlijk een klein beetje genoodzaakt om te vertrekken. Omdat er gescheiden keukens moesten komen. Dus toen hebben wij op een gegeven moment besluit genomen, want je kon kiezen tussen disco of gewoon. En toen hebben wij gewoon de keus genomen om samen hier op de zaak verder te gaan. En toen hebben we deze zaak in 1973 weer verkocht. Ja, maar er komt ook wel eens reden bij. Wij hadden nooit meer 1 uur vrij. Je had twee lunchrooms, ja. Je had 7 botters liggen, een rondverbod, een toerist. Je was dag en nacht bijna bezig. Die botters die gingen verhuren, de polders die waren klaar. Dus rond van langs de Zuiderzee werken, dat was minder in trek. Er kwamen meer privébootjes allemaal, dus dan moest je die botters gaan verhuren. Nou, verhuren houdt in, dan lagen ze met schade daar, dan lagen ze met schade, hè. Dan was denk Huizen, Horen, Medeblik en dan kon je s'nachts moest je daar weer achterheen. Toen zijn we op een gegeven moment in elkaar, ja, dat is ook geen leven meer, we willen het toch een klein beetje rustiger aandoen. Toen hebben we die andere zaak op de Turfhal, die boten allemaal verkocht en toen zijn we samen hierin verder gegaan. Heb ik het nou goed gehoord dat jij zei 7 botters? Ja, 7 botters. Bob 1, Bob 2, Bob 3 en zo ging dat door. We noemden ze allemaal Bob. Maar we zijn begonnen eerst met 1 botter, rondvaren langs de Zuiderzee werken. Maar de gemeente was er niet zo makkelijk in. We mochten niet meer als 20, 25 mensen op 1 botter hebben. Nou, schoolklassen bestonden allemaal uit. In die dagen 33, 34, 35 kinderen. Nou, 2e botter erbij, kon je groepen opvangen. Het breidde steeds maar uit en de vissers die hielden in die dagen op met vissen.
Nou ja, de botten waren niet zoveel waard, dus die kwamen naar ons toe. Wil jullie die botten verkopen? Nou, vaart dan maar bij ons. We zien het wel. En zo ging dat steeds maar door, totdat we er op een gegeven moment 7 in de vaart hadden. Dat was best wel veel. Het was heel veel en het was ook in de dagen veilig van vader. Hè. Dat is, wij zijn later, toen wij later de zaak overnamen, zijn we toch een beetje gaan inkrimpen met die botten. Maar mijn hart lag er niet zo. Dan heb ik me wel eens afgevraagd. Jullie hadden thuis een heel groot gezin. Hoe ging dat allemaal? Prima. Ik bedoel ook met die zaak erbij. Prima, allemaal werken. Geen commentaar. Ja, vader was een hele driftige man. Je hoefde niet nee te zijn, geen dreunen meer horen. Zo simpel was het. Hebben jullie hier nou ook wel eens hele gekke dingen meegemaakt? Nou, iets leuks wat van de zomer nog was. Er komt altijd zo'n oude baas. Die komt anderhalf posje. Anderhalf pakje, zei hij dan niet. Posje, maar pakje. Patat halen. Ja, en later belde hij op en zei hij, ik had er ook een beker pap bij. Ja, wij stonden niet te denken, een beker pap. We kwamen er niet uit, en dan, man, eet hem maar lekker op. Ja, hebben we al gedaan. Even later gaat de telefoon, een klant in zitten, ik heb een bestelling gehaald bij jullie en er zat geen milkshake bij, die had ik ook besteld. Nou, toen wisten wij wat die beker pap was. Dus het mannetje en het vrouwtje hadden lekker de beker pap en dat was de milkshake. Gegeten. Was de milkshake, ja. Piet, zou jij ook nog anekdotes weten te vinden? Dat mensen wel eens gekke dingen bestelden of zo? Nou, gekke dingen bestelden. De blunder die ik zelf een keer gemaakt heb, is op 16, 17-jarige leeftijd. Ik sta met een klant te praten, die heeft op een gegeven moment een uitsmijter besteld. En op een gegeven moment, joh, zegt hij, krijg ik mijn uitsmijter nog? Goed meneer, ik vlieg die keuken in, pak peper en zout, pak bestek, ik pak dat bord en ik krimp de zaak in. En die meneer die krijgt een uitsmijter zonder eieren voor zijn neus geschoteld. Wat zei die? Nou, hij zei, meneer, zegt, die zijn de eieren zoek geraakt of zo. Ik zei, nou, pardon, die zei ik nog even uit de pan gevis. Ja, dat was een mooie. Ja. En iets anders, ja. Wat ik me nou wel herinneren kan, dat er vroeger een groep meisjes kwam van de huisjeschool of de maag, dat zou ik niet precies meer weten. Maar er was er eentje bij, die had een iets wat typische smaak. We hadden toen in die dagen, dat het kwam veel voor, een pot met pindas op de toonbank staan. En dat trok zij pindas uit en dan moesten ze mayonaise bij hebben. Nou, een leuke combinatie. Leuke combinatie, ik heb het zelf nog geprobeerd. Eerst stond jij hier in de kleine Bob en Piet in grote Bob. Piet stond altijd in grote Bob, ik heb mijn hele leven hier gestaan. Ik heb mijn hart hier verloren hier en ik heb hier van 1958 af hier gestaan en ben er nog. Ja. Tot nu toe. Ja, want de scheiding komt dichtbij, hè? Komt heel dichtbij. Nou, is er nog een mooi verhaal van die tijd van de afscheiding? Dat is 1836 tot 1840 geweest. En toen heeft hier iets heel bijzonders plaatsgevonden, weet je dat? Ja, dit pandje is een heel historisch pandje, eigenlijk. Toen wij in 1980 aan verbouwen waren, toen kwamen we tot onze grote ontdekking hele diepe waterputten tegen hier onder het pand. Die lopen hier van de hoek af en helemaal onder Jannetje Baas door, lopen hele grote waterputten. Die waren wel 2-3 meter diep, dacht ik. Lange, een trapje ging er bijna helemaal in. Ja, en toen ging je daar een klein beetje verder in duiken. Je vond het leuk en dan kwam ik in het boekje uit de oude doos, kwam ik het verhaal tegen van die tijd van de afscheiding. Afscheiding uit de Hervormde Kerk. Koning Willem III dacht ik dat toen in die tijd aan bewind was. Die wilde dat niet. Die vond al die samenscholingen maar niks. En die besliste toen 19 mensen moesten daar bij één predikant. Meer mochten niet in een huis. Nou, onze voorvader waren ook slim. Het waren die 3 pandjes hier, de boerderij hierachter. Ons pandje, het pandje waar Jannetje Baas later in zat. Die gingen daar togen hakken in de kelder, zodat ze aan ieder pandje 19 mensen konden herbergen. Met 1 predikant, dus die ene predikant, die kon dan toch bijna 60 mensen onder zijn gehoor krijgen. Dat vond ik toch een heel slim idee vroeger. Dat hebben ze mooi opgelost en dat is een mooi historisch verhaal. Piet, ik heb een heel mooie foto gezien waarop jij staat bij een koek- en zoopietent. Dat moet je lust aan je leven geweest zijn, heb ik gehoord. Vertel eens. Ja, zo gauw het ijs... stevige wet dat het voor het schaatsen sterk genoeg was. Dan begon mijn bloed een beetje te kribbelen. We hadden zelf altijd een Anna-wagen, dus dat was al het voordeel. Een koek en zoopje tent op het ijs. Vroeger heeft mijn broer het wel eens vanuit de botten gedaan. Wij hebben dan een kraam gehuurd en we zijn hier in het hoekje gaan staan bij het kleine zeetje, om het zo te zeggen. En ja, zo gauw het koud werd en begon te vriezen. Nou ja, dan liep ik al eens een... Zoefde haast in de weer van deur naar bed. En ja, jongens, laat maar doorvriezen.
He, en wat kan ik er vast klaarmaken? Want ik leef erin. Ze gaan begon te vriezen, dan was je niet meer te houden. En dan gaat die heel boppie. De één ding was belangrijk, dat was de tent opzij. Dat vond hij het einde. Ja. Prachtig. En wat verkocht je daar? Warme chocola. Ettersoep? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Het is ook weinig gelukt, ettersoep. Dat sloeg nooit zo erg aan. Dat is heel typisch warm, op ijs, is warme chocola. Dat lag altijd veel meer in de smaak. En dat ging ook altijd vrij makkelijk op zo'n grote vlinder. Een grote pan. Een heel poosje hebben we er ook nog eens een keer een klein versnaperingetje bij gedaan. En dat was natuurlijk voor de mannelijke bevolking helemaal interessant. Ja, voor die zondag te blazen in de chocola. Dat was een mooie ook voor de kijkers. En paardje dinnig heeft een glaasje vol. Ja, maar ja, dat trok elke winter. En dat was een kleine wedloop met een collega van ons. Wie stond er het eerste? Ja, van hij de en beste patat niet te vergeten, Piet, van patat verkoop je ook. Dat ging je later ook verkopen. En dat ging ook goed. Ik heb het altijd in vreugde gedaan, tot op een gegeven moment de tijd ook weer eigenlijk een beetje afbrak. Ja. Ja, we hadden op een gegeven moment geen tijd meer. We gewoon broer uit, die begon te sukkelen voor een jaar of 12 terug of 10. En dan kon ik niet meer weg. Ja. En ja, het wordt ouder en dan ga je toch merken, jongens, dat rennen lijkt je op en af. Het vurige zakt dan een beetje weg. Het vuur zakt er een beetje af. Jullie gaan dan ook stoppen, maar eigenlijk had je een soort sociale functie ook wel. Ja, mensen vertelden je verhalen, je hoorde wel aan, ik bedoel, je knikte wel ja. En de mensen vonden dat wel leuk, hele geschiedenissen hoorde je soms. Maar dat bracht ook weer een klein beetje band met de mensen natuurlijk. Hè? Omdat je hier en daar elkaar allemaal kent, dat is een van de belangrijkste dingen. Je had klanten, maar je kende ze allemaal. Ja. Hè, zomers met de toeristen, dan was dat weer een klein beetje anders. Maar in 's winters, vooral met eigen bevolking, ja, je kent ze en... Dan hoor je heel veel verhalen allemaal. Soms wel eens niet zo leuk, soms wel eens, dan ging je erin mee. En soms was je hartstikke druk en denk je, nou, hou niet meer even op. Ja. Dat was er ook bij. Nu gaan jullie stoppen. Jullie hebben ontzettend close samengewerkt. Zijn de stukken er wel eens afgevlogen? Bijna nooit. Bijna nooit. Piet is een heel driftig manneke. Durf ik eerlijk te zeggen. Maar hij is ook weer rechtvaardig. En dan kom je altijd weer bij elkaar. En jij? Ik ben rustiger. Ze zeggen dat ik dus meer van mijn moeder heb. Piet heeft iets meer van zijn vader. Nou, vader en moeder konden ook goed met elkaar. Dus wij konden ook goed met elkaar. Zo werkt dat. Wat betekent het nou voor jullie dat er een einde aan Bob is gekomen? Een begrip in het dorp? Ja, dat is feitelijk een beetje een gemene vraag, vind ik hem. Ja? Ja. Dat kun je bijna niet onder woorden brengen. Bob voor mij niet meer bestaan. Maar op een gegeven moment moet er toch een keer een einde aan komen. Dan zeg je, nou, nu, dit was het moment. Je kunt zeggen, nou, we hadden nog een jaar door moeten gaan. Maar datzelfde moment, dat blijft. Ja, een einde voor Bob. Ja, dat is 41 jaar van mijn leven geweest. Dus ja, wat betekent dit? Het zal wel een gemis zijn. En dat zal wel wennen zijn. Maar komen we ook weer overeen. Ik denk het ook wel, Piet. Kun jij het ook onder woorden brengen? Moeilijk. Ik geloof dat je het eerst ervaren moet. Ja, wij zijn nu nog volop bezig. Kijk, je voorraad is linkie. Er wordt weinig of niks meer bijbesteld. De indirect lopende producten die kun je laten komen. Die kun je ook overwegend praktisch allemaal weer retourneren. En ik geloof dat de week tussen kerst en oud-nieuw, dat we hem dicht hebben, schoonmaken. Dat je dan veel meer gedachten gaat spitsen op het gebeuren van jongens nu. Nu naderen we toch definitief het einde. En ik geloof echt wel in januari dat ik mijn sleutels kwijt ben. Dat deurtje niet meer achter me dicht trekken of open maken kan. Dat ik dan wel even een paar harde weken zal hebben. Als je naar het plein toe rijdt, maar het zou me echt niet helemaal... Je kunt de deur niet meer open doen. Ja. Datzelfde moment dat je zegt, hé jongens, dat is gek. Dat is heel gek. Je bent nu volop bezig met het hele werk en zo. En ja, ik weet zelf niet. Kijk, je nadert het wel en het zit wel in je gedachten. Maar dat echt zegt van jongens, nee, ik geloof dat nog komen moet. Het laatste uur schuiven we nu nog steeds weg. Dat is zo. Wij wensen jullie alle goeds voor de toekomst. We hopen dat het toch nog heel leuk mag worden voor jullie. Ik geloof het wel. Dank u wel. Bob's Eethuisje. Wij spraken daarover met Piet en Aart Meester. Oftewel Piet en Aart van Bob. Zo staan ze toch veel beter bekend. Historisch plekje is er over een aantal maanden weer. Tot dan.
Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.